U gaat thans luisteren naar een Bijbelse profetische overdenking die de titel draagt Oogsttijd, eerst het onkruid. Hoe kom ik nou bij deze titel? Omdat in de vrije groepen, in de Pinksterkringen en aanverwante gemeentes, namelijk de ronde doet dat er een opname van de gemeente bestaat voor de grote verdrukking. En een hoofdtekst is altijd 1 Thessalonicenzen 4. Dit is een valse leerstelling. Er wordt beweerd dat we voor de grote verdrukking, waar ze dat nou weer vandaan halen, weet ik niet, worden opgenomen, dat we bij de Heer Jezus voor 3,5 jaar in de hemel zijn. Dan komt de antichrist die weer zoveel jaar op de aarde tekeer zal gaan. En dan later zal Jezus dan terugkeren. Ze hebben daar een paar teksten bij genomen die op het eerste gezicht lijken ermee te maken hebben. Maar als je ze ernstig bestudeert, wat ik gedaan heb, dan kom je tot de ontdekking dat dat gewoon verzinsels zijn. Zo leg je de schrift niet uit. Dat is inlegkunde. De gehele Bijbel is geschreven en gericht aan Israël. De God van de Bijbel is de God van Israël en van Israël alleen. De Bijbel kent het evangelie van het koninkrijk wat de Heer Jezus heeft gepredikt en met hem al zijn apostelen en ook later zijn discipelen. Dat evangelie van het koninkrijk houdt in het herstel van de 12 stammen van Israël als koninkrijk van God op deze aarde. En daar hebben alle geschreven en mondeling gesproken gelijkenissen betrekking op. En daarom wil ik aantonen dat die voleinding van de wereld niet de opname van de gemeente behelst, maar dat eerst het onkruid van de aarde wordt weggenomen. Met andere woorden, het koren blijft staan. Koren in de Bijbel is synoniem voor Israël, zoals ook de schapen en alle andere symbolische namen die aan Israël zijn gegeven. Maar laten we het woord open bij Matteüs 13, vanaf vers 24 tot en met 30, en dan later de versen 36 tot 43, om een goed verband te krijgen in het begin van deze overdenking. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen de koren en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide dan tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Vers 36 tot 43. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Hij antwoordde en zeide: die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel, de oogst is de voleinding der wereld, de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.
De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven en zij zullen hen in een vurige overwerpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Mijn tekstverband hiermee is Matteüs 13 vers 30. Laat beide opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen. Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Wij leven volgens de profetieën in de tijd van de wederkomst van de Heer Jezus. De gezalfde koning van Israël. De tijd waarin wij leven is slecht en wordt steeds bozer en drukt zwaar op ons. De duivel heeft nog maar weinig tijd en zet daarom alles op alles om ons te misleiden met een evangelie van gelijkheid waarin alles en iedereen gelijk is en zijn dienaars spreken van druipende liefde. Alles kan en mag vandaag aan de dag. Homohuwelijken, echtscheidingen, samenlevingen, alle vormen, vrije seks, abortus, euthanasie, overspel, diefstal, kwaadsprekerij, te veel om op te noemen. Maar het woord van God vertelt ons dat wij nu leven in de oogsttijd, waarin het koren van het onkruid gescheiden gaat worden met de komst van de Heer Jezus. Dus dat is anders als dat men beweert dat eerst die eerst zullen zijn opgenomen zullen worden in de hemel. We lezen Joël 2 vers 30 en 31. Ik zal wonderen geven in de hemel en op aarde bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Geluchtige moet geduchtige dag des Heren zijn. Dat is de dag van de wederkomst van de koning van Israël. Een kwaaie dag zal dat zijn voor de volkeren en de goddelozen. Deze beelden die hier geschetst worden hebben we bij de eerste oorlog in Irak gezien. Toen die olievelden van Kuwait in de brand stonden. Maar dat is nog maar een kleine voorafschaduwing van hetgeen er nog staat te komen. Want het heeft te maken met de grote en geduchtige dag des Heren. De wederkomst des Heren zal gepaard gaan met grote tekenen en wonderen. En daarom moeten wij waakzaam zijn en juist acht geven op die tekenen van die tijd. Want, zegt hij, wee die dag, want nabij is de dag des Heren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Joël 1 vers 30. Als we kijken naar de tijd waarin u en ik nu leven, en we kijken naar Europa, want iedereen predikt een verenigd Europa, dan zien we profetisch dat we overspoeld worden door hordes vreemde volken. De Bijbel noemt dat sprinkhanen. En ze komen op ons af. En sprinkhanen hebben de neigingen om alles wat ze zien om op te vreten en te verwoesten. De Bijbel noemt ze kaalvreters. Maar helaas, ons volk is blind voor deze vreemdelingen en geeft hen graag onderdak en voedsel. Op de tv hebben ze een handje om er een paar ernstige gevallen uit te halen, te vergroten, om zo op ons gemoed te werken. Maar het gevaar dat deze vreemdelingen en hun godsdienst, die ziet ons volk niet. Moslims zijn de vijanden van ons volk. Waarom van ons volk? Omdat het Nederlandse volk afstamt van het verloren huis van Israël en dat ze in de grondzaak Israëlieten zijn. Uitverkoren vanaf de grondlegging der wereld door hun God en Vader. Want we hebben gelezen dat zij zullen stralen in het koninkrijk huns vaders. Nou, Israël en God is vader en kind.
En moslims stammen af van Ismaël, die de vijanden zijn van Israël. Als u daar meer over wil weten, dan kunt u contact maar mee opnemen. Dan kan ik u letterlijk bewijzen dat Nederland afstamt van het verloren huis van Israël. Al vele, vele jaren verkondig ik het evangelie van het koninkrijk, het herstel van Israël. De Heere God heeft mij opgedragen om mijn volksnoten hun identiteit bij te brengen. En dat moet door middel van ernstige, waarschuwende boodschappen. Om te laten zien dat we met ons gesold, gespeeld worden, omdat we misleid worden door onze eigen herders. Dat zeg niet ik, maar het woord van de levende God van Israël. Leest u Ezekiel 34 er maar op na. God zegt: niemand zoekt ernstig naar mijn schapen. Nou, die vreemdelingen die Europa overstromen, want daar wonen die 10 verloren stammen van het huis van Israël. Dat is hun plaats toebedeeld door God in 2 Samuel 7 vers 10. Nadat ze uit de Assyrische ballingschap mochten wegtrekken naar een gebied die leeg was. Waar ze zich konden vestigen, herstellen en uit konden groeien als een menigte van volkeren. Zoals het aan zijn knecht Abraham was beloofd. Wij waren van oudsher een christelijk volk. Helaas hebben wij God de deur uitgegooid. Cruel woord, maar anders kan ik het niet zeggen. Onze overheid, onze regering en kerken ontkennen het bestaan van het verloren huis van Israël. En staan een multiculturele samenleving voor. En dat is nou precies wat Matteüs 13 ons laat zien. Dat er onkruid tussen het koren is gezaaid. Onkruid. Dus door vreemdelingen in je land te halen, zegt de schrift dat wij onkruid zaaien. En onze overheid doet dat. Staatshoofd tot aan de jongste kamerbediende. Zijn voorstanders van vreemdelingen in ons land. Maar ze kennen natuurlijk de profetieën niet. Die profetieën zeggen ze komen als straf voor Israël, omdat Israël tegen God heel ernstig heeft gezondigd. God heeft altijd Israël gestraft als zij zijn wetten overtraden. U moet Richteren 6 maar eens lezen. Daar leest u dat God Israël voor 7 jaar aan de Midianieten had overgegeven. En wat waren die Israëlieten bang voor die Midianieten. Simson, de latere man die God gekozen had om zijn volk te verlossen, die klopte graan in een wijnpers omdat hij verborgen wilde blijven voor die Midianieten. Nou, je moet eens lezen, die Midianieten kwamen als sprinkhanen te groot in aantal om ze te tellen. Nou, vandaag de dag gaat zo'n profetie ook over Nederland in vervulling. Vandaar dat de Heere Jezus ons die ernstige waarschuwing van Matteüs 13 heeft gegeven om te kijken naar dat onkruid tussen het koren. Ons volk is blind, kent niet zijn eigen nationaliteit, weet niet waar ze zelf vandaan komen, maar ze weten ook niet waar die 160 verschillende nationaliteiten die onder ons midden wonen, waar die vandaan komen. Als je goed de kranten leest en de tijdschriften, je kijkt naar de televisie, dan hoor je allerlei berichten en een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en daar schaar ik mezelf onder. Ik luister zeer nauwkeurig wat onze overheid en onze kerkelijke leiders zeggen en kijk wat er gebeurt in ons land. De criminaliteit is groot, want Jezus heeft gezegd, het zal zijn als in de dagen van Noach. Veel geweld, goddeloosheid. Veel zal er zijn op seksueel gebied. Homohuwelijk is daar een voorbeeld van, want Sodom en Gomorra zijn vernietigd door deze zonde. Rassenvermenging was in die tijd zeer populair. Israël heeft dus heel zijn bestaan te maken gehad met rassenvermenging.
Nou, vandaag aan de dag is racisme de grootste zonde die een mens maar kan bedrijven. Maar God heeft een volk uitverkoren, Israël, wat betekent regeren met God, en heeft van hen een heilig volk gemaakt. Heilig betekent apart gesteld van alle andere volken. En wat hebben onze wereldheersers en onze eigen overheden een hekel aan het woord apartheid. De Bijbel noemt dat heilig, maar dat is hetzelfde woord. Als je heilig wil zijn en zeg je eigen volk eerst, dan ben je racistisch. Maar God heeft alles geschapen naar zijn soort. Maar onkruid zeer zeker niet. Hij waarschuwt daar juist voor. Nou, dat onkruid wil ons verstikken. Criminaliteit is groot. We hebben zelf Russische maffia. We hebben Joegoslavische maffia. We hebben Marokkaanse maffia. We hebben allerlei maffia. We hebben allerlei geweldsbendes in ons land. Grote misleidingen onder kerken. Het is onvoorstelbaar hoe het tekeer gaat in ons land. En we lopen er als ezels tussendoor en kijken schuchter over links en rechterschouder of het ons niet zal naderen. Want de Antillianen en de Marokkaanse jeugd geven het voorbeeld hoe je je in een ander land kan misdragen. En ze worden maar gewoon gedumpt. Per vliegtuig vol worden ze gedumpt vanuit de Antillen hier naartoe. En ze zetten ze mooi neer, dan zijn zij daar mooi van af. Nou, er zijn veel meer te zoeken. Als je gaat zoeken, zal je er veel meer vinden. We hebben ook een Chinese maffia. We hebben heel veel volkeren die hier naartoe komen om hier kwaad te bedrijven. Nou, 16% van ons eigen volk is door die multiculturele samenleving al met elkaar gehuld. Nou, de daaruit voortkomende kinderen noemt God een bastaard. En daar heeft hij een hekel aan. Bastaarden zorgen voor het teloorgaan van de identiteit van een volk. Van welk volk dan ook. God heeft alle volkeren naar zijn soort geschapen. En elk volk zijn eigen grenzen gehad waar ze moeten blijven. En niet vermengen. Multicultureel is in de ogen van God gewoon verbastering. Ja, ik weet het zijn harde woorden, maar ik zeg ze gewoon omdat het woord van God dit rijkelijk gebruikt om ons te waarschuwen. De Heer Jezus geeft hier in zijn gelijkenis, heeft hij daar een uitdrukking voor. Hij zegt dat die gelijkenis gaat over letterlijk zaad, over letterlijke mensen. Hij heeft door de oude profeet Joël laten waarschuwen. Als deze tijd aanbreekt zoals wij dat zien, dan zegt hij, blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg. Dat wil zeggen, een berg, profetisch wil zeggen, een koninkrijk of een land. Dus blaas op mijn heilige berg, blaas in uw land, dat alle inwoners des lands sidderen. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen is een talrijk en machtig volk desgelijks is en van ouds niet geweest is en er zal naar hem niet zijn. Joël 2, 1, vers 2. Hij spreekt over ons als zijn eigen volk, over de volkeren die daar overheen zullen komen. Een machtig volk, geen gelijkes momenteel. Dan zegt hij verder, maakt u op en kom alle volken van rondom en verzamelt u. Ik vind het zo mooi, God zal ons verlossen. Doe, o Heere, uw helden daarin afdalen, laat de volkeren opstaan en oprukken naar het dal van Jozefat, want daar zal ik, Jezus, recht zitten, om alle volkeren rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp, kom treed, want de perskuip is vol. De wijnbakken stromen over, want hun boosheid is groot. Menigte in de dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heren brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en aarde beven. Maar de Heren is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor zijn kinderen Israëls.
En gij, Israël, zult weten dat ik de Heere uw God ben. Ik woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Joël 3, vers 11 tot 17. Dus als Jezus terugkomt, dan zal er gebrul zijn uit Sion. Zo hebben wij Jezus nog nooit meegemaakt. Want de kerken spreken wel van een liefdevolle Jezus, maar een rechtvaardige Jezus hebben ze nog nooit in de ogen gekeken. Want dat staat er beschreven in de profeten. Maar aangezien de kerken de profeten gewoon links laten liggen en Israël helemaal weggetheologiseerd hebben, blijft er niks anders over als een kerk die bestaat uit alle volken, naties en talen, ongeacht ras en kleur. Nou, dat is de grootste leugen die een mens ooit in zijn leven kan horen. U hoort het, ik zeg het luid en duidelijk, want ik spreek ook tot onze herders die ons misleiden. Maar ik ben blij dat ik tot Israël behoor en dat ik weet wie ik ben. En daarom zal ik niet radeloos worden. Velen van ons zullen in die periode radeloos worden. Men klaagt stenenbeen momenteel over onze economie, maar dit zal honderden malen erger zijn. Want ze zullen zeggen, bergen, val op ons. Dat heeft te maken met de wederkomst van die gezalfde koning van Israël. Want, zeggen de profeten, let op, zijn komst brengt de oogsttijd mee. Onthoud goed, wij spreken over het onkruid tussen het koren. Het verwijderen zal geen pretje zijn. Lees maar eens mee in het boek Zefanja. Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort de dag des Heren, bitter schreeuwt dan de hele held, dan de held. De dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van vernieling en van vernietiging. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolken en van dikke duisternis. Een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden. Op de dag van de verbolgenheid des Heren, door het vuur van zijn naijver, zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde, zal hij alle inwoners der aarde bereiden. U leest dat in Zefanja 1, vers 14 tot en met 18. En ik zal u vertellen, dat heeft in de eerste plaats betrekking op ons Israëlieten, want hij zal eerst zijn eigen huis bezoeken, omdat wij als volk hem verlaten hebben en hem gekrenkt hebben. Hij onze vader, hij onze schepper, hij de man van Israël, de God die onze Heere en Heren is, die ons alles heeft beloofd in voorspoed, hebben wij onze rug toegedraaid. En nou krijgen wij, zoals een Nederlands spreekwoord zegt, een koekie van eigen deeg. Maar de Bijbel zegt, wie is dan een trouwe en verstandige slaaf? De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd voor die goddeloosheid. Hij heeft heel uitdrukkelijk gewaarschuwd op vele plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ook zijn discipelen, apostelen, hebben vele malen gewaarschuwd. Paulus is een man vol van waarschuwingen. Jezus zegt dan ook tegen ons vandaag, op het moment dat u hier naar luistert, wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd voedsel te geven? Nou, zijn dienstvolk is Israël. En wat is het voedsel? Het woord van de levende God van Israël. Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, aan hem zal hij over zijn bezittingen stellen. Maar
als de slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan, wat vandaag aan de dag gebeurt, en met dronkaard zou eten en drinken, schering en inslag, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Matteüs 24, vers 45 tot 51. Er wordt daar niet over gepreekt. Predikers hebben altijd de neiging om de krenten uit de pap te halen, om de mooie kant van de medaille te laten zien, maar nooit het tegenovergestelde daarvan. De Heer Jezus heeft ons opgedragen, ons volk, haar Israël-identiteit weer bij te brengen en geestelijk te voeden met het evangelie van het koninkrijk, namelijk het herstel van geheel Israël der 12 stammen. Maar als bij zijn terugkomst blijkt dat wij ons zo hebben gedragen als door de Heer Jezus verzegd, dan zal het slecht met ons aflopen. Laten wij daarvan verzekerd zijn. Laten wij ons niet misleiden door de ons voorgeschilderde lieve Jezus. Hij is de rechtvaardige God van Israël, die volgens zijn wet zal handelen. Want er staat geschreven, want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Want dan is onze advocaat, let op, rechter geworden. Laat dat als een waarschuwing in onze harten postvatten. Want God is geen aannemer des persoons. Want voordat hij naar de heidenen gaat, naar de niet-Israël volken, zal hij eerst zijn eigen volk onder handen nemen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Golgotha is een keerpunt in Israëls geschiedenis. Ook dat wordt nooit aan ons volk verkondigd. Altijd een keerpunt in het leven van mensen, van de individuele mens. Maar dat Golgotha ten volle 100% te maken heeft met zijn volk Israël, daar wordt nooit naar verwezen. Maar laten we eens kijken waarom het gedaan is. Golgotha. Laten we opnieuw de Heer Jezus aanschouwen en naar zijn stem luisteren. Hij sprak in zijn lijden op dat kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Matteüs 27, vers 26b. En luister naar Johannes de Doper die een juist beeld gaf van Jezus. Hij zei, zie het lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Als er geen zonde was geweest, was het ook niet nodig dat er een oogsttijd zou komen. Was het niet nodig het koren van het onkruid te scheiden. Dan was er geen onkruid geweest, terwijl dit Gods oorspronkelijke doel was van de schepping. Laten wij verder stilstaan bij het kruis. Want Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Al onze kennis, al onze wetenschap en al wat wij zo hebben opgebouwd tijdens ons leven, zal ons niet kunnen redden dan alleen Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de deur tot de Vader. Petrus zegt tegen de Joden die kwaad op hem waren, omdat hij een man genezen had, het volgende. En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen, aan de Adamieten gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 4, vers 12. Maar nu komt de belangrijke vraag. Is hij het thema van ons denken en handelen, Jezus? Paulus schrijft dan aan Timotheus, want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dus zoals de apostel Petrus, die door de Joden wordt aangeklaagd, want die klaagde iedereen aan,
Terwijl hij goed deed, hij genas iemand. En hij gaat er niet op in wat hij zei. Hij zei alleen, de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, Adamieten. Je kan ook zeggen Israël, waardoor wij behouden moeten worden. Nou, en Paulus schrijft aan Timotheus, want er is een God en ook een middelaar tussen God en de mensen, let op, de mens Jezus Christus, of Christus Jezus, de gezalfde koning van Israël. 1 Timotheus 2 vers 5. En ik weet dat alle kennis dat ik die kan bezitten omtrent de profetieën, ik ken elke politieke partij, ik weet wat er op Golgotha gebeurd is, maar ben ik niet bij Jezus uitgekomen, dan kan ik alles wel vergeten. Ook als ik mijn Israël-identiteit krijg, ik zal niet ingezameld worden en ik zal niet als koren worden behandeld, maar ik zal voor onkruid worden aangezien. Laat ons dat nou niet overkomen. Een ernstige waarschuwing. Er heerst een geweldige onkunde omtrent de verlossing van de mens onder ons volk. Men minacht de roepstem van die gezalfde koning. Laten we dan wat teksten lezen als waarschuwing. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Johannes 3, vers 18. Wie niet in Jezus gelooft, hoeft niet te wachten op de oordeelsdag. Hij of zij is reeds veroordeeld, omdat hij zij niet in Jezus gelooft. Wat een ernstige waarschuwing. Elke ongelovige zit reeds onder het oordeel van God. Realiseren wij ons dat wel? Wordt daar genoeg onder prediking aandacht aan gegeven? Laten we daarom blijven bidden voor onze vrienden en familie en voor ons volk. Laten wij de Heilige Geest vragen en smeken om kracht in onze levens om te werken, zodat de mensen het waarachtige woord van God horen, zodat wij met autoriteit kunnen spreken, zoals de apostelen in hun tijd. Het kan, want Jezus is nog niet veranderd. Laten wij pleiten op Jezus' bloed. Er is geen eeuwig leven zonder geloof in Jezus, de gezalfde koning van Israël. Want wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Johannes 3, vers 36. Je kan wel zeggen, ja, ik geloof niet in God. En er kunnen programma's zijn die beweren dat God niet bestaat. Maar de mens is zo onvoorstelbaar dom, dat hij zichzelf naar zo'n niveau laat verlagen, dat hij zegt dat zijn naam opgeschreven staat in de Bijbel. Want de Bijbel zegt in Spreuken dat hij die zegt dat er geen God bestaat met een dwaas gelijkgesteld wordt. Nee. Maar één ding is zeker. De toren van God is op zijn eigen Zoon neergekomen terwille van zijn volk Israël. Hij heeft de straf voor Israël ondergaan. En de schrift spreekt van een helse pijn en verzoekingen. Laten wij niet minachten doen omtrent de toren van God, ons niet veronachtzamen of negeren. Want bedenk, de oogsttijd is op handen. De tijd is heel erg kort. Waar zullen de ongehoorzame Israëlieten zijn in de oogsttijd? De volgende vraag kan gesteld worden. Wij die onze Israël-identiteit kennen, wat doen wij daarmee? Laten we ons niet in slaap sussen met deze wetenschap? Ja, wij weten wat het werkelijke onkruid is. Maar waarom waarschuwt de Heer Jezus Israël dan op zoveel plaatsen in de schrift? Wij behoren tot het koren. Maar bedenk dat het niet alleen dit zijn die in Jezus geborgen zijn. Wedergeboren Israëlieten. Ik ontmoet nog te veel mensen
die hun Israël-identiteit kennen, maar nog niet het eigendom van Jezus zijn. Dat kan ook. Bedenk dat uw lidmaatschap van uw kerk u niet kan redden. Alle eerder genoemde waarschuwingen waren aan Israël gericht en niet aan de wereld, maar aan Israël. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort, een brede weg die tot verderf leidt, en velen zijn er die daarop ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Matteüs 7, vers 13 tot 16. Wie zijn die roofgierige wolven? Niemand anders dan onze predikers die de waarheid verdraaien. Wolven in schaapsklederen. Mensen vanuit Israël, want Israël zijn de schapen zijner weiden. Laten wij waakzaam zijn en blijven. Misleiding komt van binnenuit, dat geeft de gelijkenis van Matteüs 13 ook aan. Vele valse profeten reizen de wereld rond met een vals evangelie. Maar aan hun vruchten zullen wij hen herkennen. Dat staat in 16, vers 22, vers 16. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan aan hun vruchten kennen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Dit is een ernstige waarschuwing. Jezus gaat verder. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie de wil doet, mijn vaders die in de hemel is. En velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En nochtans zegt de Heere, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Pas goed op, dit geldt ook voor ons. Want hoeveel keren hebben wij dit tot God gezegd zijn werk te zullen doen en hebben dit nagelaten? Laten wij onszelf niet in slaap sussen. Wij komen tekort aan de heiligheid van God. Daarom heeft de Heere Jezus onze straf gedragen. Laten wij in hem wegschuilen. Plaats dat anderen doen, een vals evangelie verkondigen. De oogsttijd is bedoeld om Israël tot ontwaking te brengen. Zij moeten weten wie ze zijn. Ons volk moet ingelicht worden. Dit is onze taak. Verkondig het evangelie van het koninkrijk. Wij krijgen daar weinig tijd voor. Want er staat, wanneer men u vervolgt in deze stad. Want dat is namelijk zo, als je het evangelie van het koninkrijk predikt en je zet Israël op de voorgrond en je praat over heiligheid, apartheid, alleen eigen volk, dan word je vervolgd. Maar Jezus zegt, vlug naar de anderen, want voorwaar ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israël zijn rondgekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Matteüs 10, vers 23. Wij zijn ingelichte mensen, laten wij acht geven op Gods woord, anders komt ons deze Godspraak. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen, zegt Openbaring 3, vers 16. Dit is een ernstige waarschuwing, zo ook de volgende. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Matteüs 24, vers 44. Er gebeurt vandaag in de wereld zoveel ernstige dingen, zodat wij eraan gewend zijn geraakt en het niet meer zien als een duidelijke teken. Het is me wel eens opgevallen dat ik denk, wat moet er nou nog gebeuren waar de mensen nog echt
van schrikken. Er is zoveel gebeurd. Kuwait is gisteren geworden en behoort vandaag tot het verleden. Maar pas op, God heeft ons zeer duidelijk gewaarschuwd. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. We kennen niet in een schijnbare vrede wonen wat onze overheid en kerkleiders ons voorhouden. Want waar geroep vrede, vrede, geen gevaar, komt een plotseling haastelijk verderf. Over de hele wereld hoor je dat er zoveel rampen gebeuren. We zien het dagelijks op de televisie. Met ons eten op de schoot kijken we naar de nieuwsberichten en de meest afschuwelijke dingen gaan aan ons voorbij en we verblikken of verblozen er niet meer van. Nee, laten wij een voorbeeld nemen aan de eerste mensen van de eerste gemeente. Lees aandachtig die zendbrieven eens door, waarin duidelijk te lezen staat hoe zij elke dag de Heer verwachten. Hun leven was daarnaar ingericht. Ik wil twee teksten doornemen met u. Eén uit Paulus' brief aan de Thessalonicenzen. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid, apartheid, voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer met al zijn heiligen. 1 Thessalonicenzen 3, vers 12 en 13. Onberispelijk is het steekwoord in al Paulus' brieven. Zijn wij onberispelijk? Zijn wij voorbereid op de komst van Christus? U weet het antwoord. Laten we nog een vers bekijken uit Thessalonicenzen. En hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, en mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Laten wij ervan verzekerd zijn dat in deze oogsttijd het onkruid verzameld gaat worden en in vurige ovens verbrand worden. Want Matthäus 13 vers 30 zegt ons dat alle twee tot aan de oog zal opwassen om dan geselecteerd te worden. Koren en onkruid. Er staat geschreven, laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Matthäus 13 vers 30. Je hoeft als Israëliet niet extreem te worden. Je hoeft niet te vuren en te zwaard al die moslims en die goddelozen in ons strandland te bestrijden. Dat zou geen zin hebben, want Jezus zegt, haal het onkruid er niet uit. Laat ze opgroeien samen. Maar distanceert u zich daarvan. Word heilig, blijf apart. Bemoeit u zich daar niet mee. Nee, de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis in zijn tijd, zoals het toen was. Daar moeten wij rekening mee houden. In die dagen werd eerst het onkruid bij elkaar gebracht en ging men over tot het dorsen. Tegenwoordig met de moderne landbouwmachines gaat het tegelijk. De scheiding is binnen deze machine. Maar in de oogsttijd zal het gaan zoals de Heer Jezus dit heeft voorzegd. Er zijn dan ook de engelen die dit als opdracht krijgen. Zij zijn gespecialiseerd. Zoals ik al heb aangehaald dat die engelen er speciaal op worden uitgestuurd, omdat ze daarin gespecialiseerd zijn. Maar tegelijkertijd met die engelen die uitgaan om dat onkruid te verzamelen, zal ook het oordeel over de aarde gaan. Er zal een bittere strijd geleverd worden en velen zullen sterven. Laten we daar acht op geven.
Want de Heere God heeft ons bemoedigd. Hij zegt, indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, nog te willen van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Anders zou er niemand behouden worden en blijven. Als ons leven in overeenstemming is met Gods wil, hebben wij niets te vrezen. Ook als wij moeten sterven. Want in Christus Jezus hebben wij eeuwig leven. Dat moet voor ons een troost zijn en een houvast. Als de koning komt, zullen alle graven opengaan en van hen die in Christus gestorven zijn. En ze zullen opstaan en ze zullen met ons altijd bij de Heere zijn. En dit alles gebeurt terwijl het onkruid in brand staat. Laten wij zijn als de gemeente van Smyrna. Daar staat, wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Openbaring 2 vers 10. Hoe het ook zal zijn bij de komst des Heren, als wij getrouw aan zijn woord vasthouden, zal hij ons verlossen. Jaag naar die heiliging, zoals Paulus dat ons heeft voortgeschreven, want dat is onze enige hoop. Heilig betekent los van de andere volken, los van het kwaad, los van de zonde. Want Paulus zegt niet dat ik het reeds heb verkregen, of reeds volmaakt ben, maar ik jaag erna. Dat ik het ook mocht grijpen, omdat ik ook door Christus gegrepen ben. Broeders, ik acht mij niet dat ik het reeds gegrepen heb. Dat heilig en apart zijn voor de Heere en het kennen van je Israël-identiteit is er niet voor om met een borst voor uit te lopen. Maar juist in nederigheid moeten we dat aanvaarden. In nederigheid, omdat wij met Christus zullen regeren. Wij zijn ten dienste van de ganse schepping. Dat koninkrijk van God is opgericht ten dienste van de gehele schepping in zijn totaliteit. En daar gaan we aan voorbij. Daarom zegt Jezus, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid betekent zijn wil doen. Dan zullen alle dingen waar u en ik dagelijks zo verzwoegen, ons worden toegeworpen. Nou, mijn bede is dat deze overdenking u dichter bij de God van Abraham, Isaac en Jacob zou brengen. En mocht u zich niet bewust zijn van uw identiteit, dat u van Israël afstamt, omdat men u geleerd heeft dat u een heiden bent, maar geënt in Israël, neem dan contact met mij op. We hebben veel, heel veel informatie in brochures, in boeken, cd's en allerlei andere zaken. We hebben een grote bibliotheek waarin we kunnen bewijzen vanuit de schrift, want dat is het voornaamste, maar ook vanuit de geschiedenis, volkenkunde, dat u en ik afstammen van dat verloren huis van Israël. En dat de God van de Bijbel, die wij onze vader noemen, althans dat hoop ik dat u dat doet, dan zult u ervaren dat u van Israël bent. En voor Israël komt de Heere Jezus terug. Want hij zal koning worden over geheel hersteld Israël. En koning over de hele wereld. Dan is het afgedaan met het onkruid, met het kwaad en de zonde en de ongerechtigheid. Want hij zal voor 1000 jaar, om te beginnen, gaan heersen met een ijzeren staf. De wet zal uit Sion, uit Jeruzalem gaan. De volmaakte wet van God. En wie zich daar niet onthoudt, zal onmiddellijk de straf die daarop staat ontvangen. Laten wij vluchten tot de Heer en tot God onze Vader. En mijn bede is dat de God van Abraham, Isaac en Jacob u rijkelijk zal zegenen. Amen.